Scheidsrechter Germs geeft het beginsignaal van de wedstrijd SSC Putten tegen SV Urk. Als Johannes Schrijver de bal maar ver naar voren speelt. Urk meteen met de eerste aanval komt, maar Vincent de Burg de bal eruit weet te halen. Kan even doorgekopt worden, maar kan op de eigen helft van Urk weer opgevangen worden. Balletje even terug naar de doelman. Richard Strijker is dat. Bal naar de rechterkant van het veld. De bal weer in de verdediging terechtkomt. Nu even rondspelen. Riekeltjan Brands nu in balbezit. Brands kapt een van de Puttenaren uit. Stijn van Ark in dit geval. Maar dan komt er nog een keer tegen. Dan levert hij in bij Buter. Buter gelijk doorspelen naar Wessels. Maar die bal is net iets te hard. Nou, kijken wat vandaag Rick van Meij kan. Verleden week scoorde hij 2 keer bij HZVV. Nu ook weer voorin te vinden. Nu de bal in de verdediging is bij SSC Putten. Zien we dat Vincent Terburg in balbezit is. Doorspelen. Wessels. Komt de bal op het middenveld. En met klutswerk komt hij toch bij SSC terecht. Ja, en dan glijdt Van Meij weg. En dan een aantal jaren bij Urk. Geeft dan een verkeerde paas. Kan Buter onderscheppen. Komt de bal terecht bij Thijs Laan. Laan even door het midden heen oppassen, want Urk jaagt door. Dan gaat de bal over de zijlijn heen. Urk in balbezit, er wordt opgejaagd. En dan het balverlies. Dan Wessels, krijgt hij hem bij Van Ark. Nee, dat lukt net niet. Kan de bal teruggespeeld worden naar Richard Strijker. Ja, die raakt hem ook half wat dat betreft. William de Boer, die krijgt hem dan verkeerd op zijn voet. Mark Bouwman even door het midden heen. Kijken van Ark. Ja, handig balletje, maar dan is het buitenspel van Jordi van Zelle. Riekeltjan Brands. Brands kan de bal rustig door het midden spelen als William de Boer al vertrekt. Goed gezien. William de Boer, kan hij de bal binnenhouden? Ja, dat kan hij ook. Moet hij met een goede voorzet komen? Ja, die is een beetje laag. Maar je weet het nooit. Nu een schot en een kans voor Urk. Misschien er komt de 1-0 aan voor Urk. Nee, de paal brengt redding voor SSC Putten. En dan komt SSC Putten goed weg. Het gevaar nog niet geweken. De bal nog een keer in. En dan, ja, Paternaunoot wordt hier weggewerkt. Kramer, die mee naar voren gaat, komt de bal laag ingespeeld. Komt hij terug bij William de Boer. Ja, dan komt hij terug, maar dan geeft hij een verkeerde paas. En dan kan Putten er misschien heel snel uitkomen. Verwij, oppassen. Komt niet langs de tegenstander heen. Urk weer met de overname. Komt de bal er weer in. En dan een goede kans voor Hessel Snoek, hoor. Maar een goede redding ook van doelman Thijs Laan. Komt de bal wel hoger in het doel. Ja, dan gaat hij voor iedereen en over iedereen. Wessels wordt even vastgepakt door Klaas Kramer. Vrij trap snel genomen. De ploeg houden. Wel de overname van SSC Putten. Moet het nu snel gaan. Ja, verkeerde bal van Vincent Burg. De Rink. Komt de voorzet. En ja, die gaat dan voorbij Riekult Nentjes. Voor hem. Maar goed. Als nu de bal voorkomt en die wordt in het zijnet geschoten. Door het midden heen. Stijn van Ark. Dan maar via de linkerkant. Kijken of daar een mogelijkheid zit. Wessels wordt nu aangespeeld. Wessels, 16 meter gebied in. Kan die de bal goed voorkrijgen? Nee, die wordt eruit gehaald. Genomen. Van mij geeft de bal weer terug. Moet de bal erin gebracht worden. Wordt niet goed ingebracht. En nu meer ruimte voor Urk. Moet er snel gaan. William de Boer links heeft ruimte daar. Oh. Maar dan komt de bal niet omdat Lucas Graal het in zijn eentje wil doen. Had de veel eerder de bal af moeten geven. Nu SSC met Terburg. Terburg, ja, overtreding overnemen. Kijk, ruimte nu bij Wessels. Buter. Overtreding nu. Nou, komt de bal erin? Ja, in de hoek en in tweede instantie heeft de doel. Waar het 34 minuten gespeeld is, 0-0 nog altijd de stand. Nu SSC eruit komt via de linkerkant van het veld. Kijken, kan SSC nu gevaarlijk worden. Komt de bal bij Van Ark. Een beetje te veel aan de rechterkant. Ja, dan struikelt hij over zijn eigen voet heen. En dan kan Urk heel makkelijk de bal over gaan nemen. Nu Buter. Stijn Van Ark. 38e minuut. 0-0 nog altijd de stand. Posthouwer nu de bal doorgeeft
aan Van Veenendaal aan de linkerkant van de veld, ter hoogte van de middenlijn. Probeert de bal door te geven aan Wessels. Wessels nu met de aanvoerder van Urk voor hem. Probeert er wel met de bal door te spelen. Brands zou eens kunnen schieten. En dat doet hij ook. Er wordt van richting veranderd. En dan gaat die bal erin. En dan wordt het 1-0 voor SV Urk. En dat gebeurt dan in minuut 45 zo op slag van de rust. Want die 45 minuten staan nu op de klok. Maar ja, het is Urk die met 0-1 leidt door het doelpunt. Laten we maar gewoon op de naam geven van Riekeltje Brands. En dan hoeft het ook niet meer, zegt scheidsrechter Germs. En zo is de rust. En Germs fluit voor het begin van de tweede helft tussen SSC en Urk met die tussenstand van 0 tegen 1. Door de doelpunt op slag van rust van Riekeltjan Brands. Poshouwer, je zit twee man in, voor mij kan er niet bij komen. Gaat Van Zelm er even tussen, zit dan Dunning weer. Dunning tussen twee man in, weet er moeilijk uit te komen. Lukt hem dan toch tenslotte bij Nentjes. Nentjes de bal maar ver naar voren. Bouwman moet oppassen, loopt onder de bal. Dan komt de 2-0, nee, maar dan krijgt Hessel Snoek toch weer een aardige kans. Tussen komt de bal terug bij de doelman Strijker. Die maar meteen ver naar voren speelt richting William de Boer. Kan hem ook nog doorkoppen, dan moet Bouwman het kopduel aangaan. Een botsing, maar het kan doorgaan. Nu de bal aan de rechterkant bij Lucas Schraal. Schraal, bal voor. Ja. Komt de hoekschop. Wordt eruit gehaald door Wessel zelf. Notabene de aanvaller. Doorjagen van Rafael Boer. Komt de bal voor. Terburg zit er even tussen. En dan kan Laan de bal rustig pakken. Gelijk meegeven. Want er ligt wat ruimte bij SSC Putten nu. Wessel zegt, kom maar hierheen met de bal. Posthouwer ziet dat ook. Wessel met Nentjes voor hem. Nentjes loopt het gat dicht. Weet ook de bal mee te nemen. Wegwerken. Zit Jordi Van Zelm tussen voordat William de Boer aan de bal komt. Veenendaal naar Terburg. Boer even af. Vermeij kan de bal niet in bezit houden. Dunning kan dan overnemen. Van Zelm moet dat proberen goed te maken. Raakt dan Neentjes op zijn voet. Raakt licht geblesseerd. Kan Urk toch doorgaan aan de rechterkant met Schraal. Schraal nu de achterlijn opzoeken. Verburg. Maar Jefta van der Broek. Van der Broek even naar Bouwman. Bouwman, Jefta van der Broek. Van der Broek links zou kunnen. Maar eerst Rafael Boer met een goede paas naar de linkerkant van het veld toe. Maar kan hij Veenendaal belopen? Nee, want SSC Putten nu misschien weer in de aanval. Jefta van der Broek. Nu in de tweede instantie komt de bal bij Buter terecht. Buter naar Verwijk krijgt net een klein duwtje, maar Wessel kan dan de bal meenemen. Maar die wordt teruggevlagd, de man van het doelpunt. Levert dan de bal in. Velboer, nou, Jefta van der Broek. Nu ruimte bij Vermeij. Komt de bal dan ook Vermeij? Wat kan Vermeij er dan mee? Vermeij, kijk, Wessel zegt van kom maar hier met die bal. Komt er niet. Maar er stond Jordi Van Zelm ook nog achter. Van Zelm, nu met de bal door het midden heen. Kan er een schietkans komen? Nou, Jefta van der Broek dan. Kijken wat hij kan. Bal doorgeven. Buitenspel lijkt mij van Van Ark. En dan die iets met de bal. Nou, half. Maar dan kan Van Veenendaal overnemen. Veenendaal, één man kwijt. Goed gedaan. Dan moet hij de bal hoog overtreding lijkt mij van kunnen doen. Goed, Buter. Die gaat te vlak voor de doelman staan. Om hem toch enigszins het zicht te beletten. Komt Van Ark met de bal erin. Nou, nee, ik wou zeggen, die gaat die bal erin. Met de paal. En dan mag de hoekschop opnieuw genomen worden. Komt de bal. Die komt er weer in bij de tweede paal. Lukt dat? Nee, wordt hij weer weggekopt. Moet je dat niet doen? Nou, bal maar ingebracht. Komt de bal, wordt weggekopt door Brands. En dan gaat de bal richting de zijlijn. Kan Urk die bal binnenhouden? Ja, dat kan ook. En dan kan Schraal met de bal vandoor. Wordt opgejaagd door Van Ark. Schraal, ja, wordt even vastgepakt. En dat ziet... Veenendaal. Jefta van den Broek. Ja... Veenendaal kan het binnenhouden. Krijgt hem niet goed voor, want dan kan Dunning weer uitverdedigen. William de Boer. En dan het doorspelen van Hessel Snoek. Ligt er wat ruimte voor Urk.
Nou, schiet maar een keer. Komt de schot. Nou, Broek. Bal naar de rechterkant van het veld. Nu misschien wat ruimte bij SSC Putten. Bal door het midden heen. Wessel, kan hij er wat mee? Wessel, ja, probeert het, maar raakt de bal niet. Peek. Nu de bal ver naar voren. Wordt doorgekopt voor Veenendaal. Ja, die probeert zijn tegenstander een handje te helpen. Omdat hij de bal verkeerd op zijn hoofd krijgt bij Lucas Schraal. Schraal met de bal naar de linkerkant. Bij William de Boer. William de Boer, twee mannen in zijn rug. Zit Buter ertussen. Nu overtreding gezien, vrije trap SSC Putten, snel genomen. Wieringa, Wieringa. Bal, ja, recht in de handen van de doelman. Komt de bal erin, Jelle de Boer kopt hem erin, kan weggewerkt worden. Bal nog niet weg, nu wel, als Buter de bal verder naar voren speelt. Kan Schraal de bal naar de zijkant koppen, bal even rustig terug. Bij Pieter Brands, Brands maar even terug naar zijn doelman. Buter. William de Boer kan overnemen. William de Boer. Ja, aangeraakt. Ook zojuist ingevallen. Wieringa naar Wessels. Wilbert Wessels nu binnendoor. Kan de bal binnendoor spelen. Nou, de kans van SSC Putten misschien. Nee, want de doelman is eerder bij. Ja, de Boer kan doorkoppen. Nou, komt er een goede voorzet? Nee. De bal weer aan het rollen is. Urk in balbezit. Overname dan van SSC Putten. Nu kan het snel gaan afvallen. Boer, goede paas hoor. Maar kan dan Van Meijden wat meenemen? Want dan zit Dunning er weer tussen met zijn voet. Dunning weet dan de bal tussen te houden. Maar dan gaat die bal dus het inleveren. Maar dat doet ook SSC Putten. En dan kan Urk er snel uitkomen. Nu via de rechterkant bij Klaas Romkes. Die dus in het veld is gekomen. Nu blijft de bal hangen. Klaas Romkes nog een keer gaat schieten. Maar ja, dat is een makkelijke prooi voor de doelman. Maar ja, het is een overtreding op Van Zelm. Die maakt haast. Die wil de bal snel weg hebben. Jefte van de Broek draait goed bij zijn man weg. Van de Broek. Nu naar Verwij. Verwij, ja, die kan de bal niet bij Wessels krijgen. Dat is wel jammer. Heel de goede kant op hoor. Nu, Wilbert Wessel. Wilbert Wessel. Nou, wat kun jij ermee? Haal eens uit, Wilbert Wessel. Komt de bal? Nou, die gaat dan net voor de keeper langs. Nu met Van Zelm voor hem. Van Zelm blokt wat dat betreft. En dan krijgt hij ook nog de vrije bal mee. Ja, dan wil de bal snel genomen worden. Maar dan gaat er eentje van Urk ervoor staan. En ik geloof dat dat Riekeld Neentje zelf is. En die krijgt dan prompt de gele kaart. Wil je een punt aan dit duel overhouden? Komt Laan met de vrije trap door het midden heen. Kan even weggewerkt worden, opgevangen worden door Kevin Schut. Kevin Schut met de bal naar de linkerkant van het veld. Die komt terecht bij Wieringa. Maar ja, die laat de bal lopen. Schuister, kom op met die bal. Komt de bal. Juist daar Van de Broek, even doorjagen. Dunning gaat de bal over de achterlijn. Daar Van de Broek komt de bal richting tweede paal. Wordt weggekopt, half weggekopt. Kevin Schut kan de bal bij Van Mij krijgen. Van Mij die pompt de bal er nog maar een keer in. Nou, Wessel, kan jij er wel mee? Nee hoor, Doeman strijken. Maar de bal naar voren. Jefta van de Broek in balbezit draait handig bij zijn tegenstander weg. De bal nu door. Is geen buitenspel hoor. Nou, Wessel, Wilbert Wessel, doe maar. Nee, op de paal. Oh, dit had de gelijkmaker moeten zijn in minuut 44. Nou, gevaar nog niet geweken. Komt de bal er weer in. Wordt weer weggewerkt. Kan SSC nu nog in de laatste officiële minuten van deze wedstrijd. Armando van Breda. Bal naar de rechterkant. Komt er nog een hoekschop? Nee, die komt er niet. Want goed, kan de vrije trap genomen gaan worden door Urk. Komt de bal, gaat erin. Nee, die gaat over het doel heen. Hij gaat nemen, gaat de bal ver naar voren toe. Derde minuut blessuretijd. Terburg kan de bal meegeven aan de linkerkant bij Wieringa. Wieringa en Jefta van de Broek. Jefta van de Broek moet haast maken, wordt vastgepakt en er wordt een overtreding gemaakt. Van de Broek wil snel die bal hebben. En dat zal doen, denkt hij. Nou, Terburg met de vrije trap. Alles wat Putten heet naar voren toe. Alleen Rafael Boer blijft even achterin voor de andere speler die er nog staat. Komt de bal het 16 meter gebied in. Thijs Laan die kan er niet bij. Wel is het weer een overtreding gezien. SSC Putten blijft de bal een beetje hangen. Jelle de Boer blijft dan in balbezit. Nu bij William de Boer aan de op de punt van de 16. William de Boer met de bal erin. Nou, ik wou zeggen, komt de 2-0. Nee, die bal die gaat huizenhoog over in. Kan Thijs Laan de bal nog één keer in het spel gaan brengen, denk ik. Want veel tijd heeft SSC Putten niet meer. Buter dan de bal breed.
naar Terburg. Vijfde minuut blessuretijd. Terburg pompt de bal er nog maar een keer in. Dunning zit er even met het hoofd tussen. Half weggewerkt door Urk. Dan nu definitief wel eruit. En dan zet de scheidsrechter. Voor mij hoeft het niet meer. En wint Urk dit duel met 0 tegen 1. Een actie, die speelde weer terug in de as. Dan gaat hij toch weer naar de linkerkant. Dan hebben we daar de diepte met onze linksback. Dus de opzet van onze kant was goed. En je hebt, we hebben vandaag kansen gemist. Die mag je niet missen. En op het moment dat we dan scoren, hebben we dan het geluk iets mee. Dat klopt. Ja, want in die eerste helft krijgen we toch twee behoorlijke kansen. Waarvan één hele grote kans. Ja, en Klaas Kramer die gaat op vrijgezellenweekend dit weekend, geloof ik. Dus die dacht, ik kop voor het lege doel nog. Trek even mijn nek in. Want die was gisteravond opgehaald. Dat is Urk. We hebben heel veel baby's, maar we hebben ook heel veel bruiloften dit seizoen. Dus we hebben Hessel, die heeft 3 keer een kans gehad. Ik denk dat William de Boer nog een kans mist. Ik denk dat Jelle de Boer na de rust nog voor een leeg doel die bal naast kopt. Ja, dat was iets te veel van het goede, vond ik. Maar overal, ik heb de hele week gehoord, we hebben bij Putten volgens mij nog nooit gewonnen. Dus wij hebben het hier altijd lastig. En wat ik vandaag leuk vind, ik denk dat wij zeker de betere partij waren. Maar vorige week vond ik er eigenlijk weinig aan. En vandaag heb ik voor het eerst in pakweg 1,5 jaar weer spanning gehad. De laatste 10 minuten. Ja, want de eerste helft, wat je collega al zegt, je komt 2 keer goed weg voordat die 1-0 valt. En eigenlijk creëer je zelf weinig kansen. Ja, 1 mogelijkheid. Ja, dat klopt. Zeker de eerste 25 minuten. Nou goed, je weet als je Urk kent en met Gert-Jan daarbij, dan weet je hoe ze spelen. Dan weet je, dan worden die eerste 20, 25 minuten worden gewoon verschrikkelijk zwaar. Ja, en die moet je overleven. En ik vond dat we in die fase echt de hele verkeerde keuzes maakten aan de bal. Waardoor je maar onder druk blijft. Ja, en dan blijven ze met hun type spel veel voor de goal komen met veel jongens. En dan weet je dat er een aantal ballen goed gaan vallen. Nou, dan hebben we daar geluk dat we dat overleven. Daarna vind ik dat we beter aan de bal worden en betere keuzes maken. En dan maken we nog de verkeerde keuzes in de laatste fase. Waardoor wij te veel net niet kansen krijgen. De power op is, kom je net niet in het moment waarop je een grote kans creëert. Overigens, de tweede helft kregen we nog wel een redelijke, geloof ik. Maar dat is dan waar wij op dit moment staan en waar we op dit moment zijn. Nou, dat is helemaal niet erg. Als je kijkt naar hoe jong die gasten zijn, hoeveel ervaring er in de ploeg zit, dan is een wedstrijd als vandaag altijd zuur als je niet wint, maar wel eentje met perspectief. Zeker als je de wedstrijd van vorige week hebt gezien. Wat me opviel, Urk zet hoog druk. En, tuurlijk, dat mogen ze doen. Maar wat me dan opvalt, dat je met spelervattingen, doeltrappen, je eigenlijk soms heel moeilijk maakt. Ja, nou ja, goed. Ze zetten hoog druk en dat doen ze niet voor het eerst. Dus dat kunnen ze ook wel redelijk. Ja, maar het gaat nu om SSC. Dan zou ik de lange bal spelen als doelman. Ja, dat hebben we in het verleden ook altijd gedaan. En je ziet hoeveel mensen nu langs de kant staan. Dus ik denk dat ons doel wordt om er onderuit te voetballen. En te kijken of we het elke middag weer leuk kunnen maken. En natuurlijk moeten we het dan gaan afdwingen met punten. Maar wij willen heel bewust anders spelen. En dat gaat tijd kosten. Dat heeft tijd nodig. En daarin zie je dat we al veel betere keuzes maakten, maar nog niet goed genoeg. En daar gaan we lekker mee door. Ja, want in de tweede helft ook. Je verzuimt eigenlijk om de 2-0 binnen te schieten. En dan zit die wedstrijd erop. En dan blijft het maar spannend, hè? Want je ziet het Putten gaat drukken op een gegeven moment. Ja, nou ja, dat klopt. Hè? Maar ik wil nog wel even inhaken op wat je net zei. Hoog druk en dan een lange bal. Ik vond het wel een verademing dat we een tegenstander hadden die probeerde te voetballen. En wij proberen ook te voetballen. Wij kregen ook een aantal omschakelingsmomenten om onze oren. Omdat er dan in balbezit de verkeerde keuze gemaakt wordt. Maar ik heb vandaag meer voetbal gezien dan vorige week. Vorige week wonnen wij met 4-0. En ik heb er wel van genoten. En dat wij op dit moment de betere ploeg zijn. Ten opzichte van SSC. Ik denk dat vanmiddag wel aangetoond is. Ik heb mij daarin wel vermaakt. En wat ik van Urk zeide dan kan verwijten is dat ze misschien te weinig scoren. Maar ik weet niet hoe de ervaring bij Putten was. Bij ons hadden ze ook wel... Het was toch warm, begreep ik. We waren blij dat jullie sproeinstallatie hebben. Want anders was dit veld waarschijnlijk nog droog geweest. Als ik dan zie hoeveel energie er toch van beide kanten geleverd is. Zonder dat het een ordinaire partij is geworden. Wel heel fel. Tot aan de laatste minuut gestreden van 2 kanten. Want keepers kon zelfs nog mee naar voren aan het einde. Wij konden in omschakeling nog weer scoren. Ja, ik vond het wel vermakelijk. En wat ik zeg. Ik vind voor het eerst in 1,5 jaar had ik weer kriebels in mijn buik. De laatste 10 minuten van gaat dit wel goed? Hebben we nog een keer geluk gehad. Maar ik vind het belangrijkste dat wij voetballend op de goede weg zijn. Heel veel kansen creëren. Weinig weggeven. En ik hoop in ieder geval dat er in de hoofdklasse meer op deze manier gespeeld gaat worden. En minder met die lange bal van nu.
Inderdaad, want dat vind ik ook heel mooi. Toch, de laatste kans. Wilbert Wessels, die had er wel in gemogen. Ja. Hij mag er altijd in. Maar het was nog wel een redelijke, denk ik. In de kleedkamer hadden ze nog een discussie over dat hij hem gewoon breed moet leggen en dat iemand hem voor open goal kon inlopen. Dat kon ik vanuit mijn kant niet goed zien, maar dat was in ieder geval die overtuiging, dus die gaan we wel terugkijken. Maar goed, uiteindelijk verandert niks. En wij weten ook, we zien Wilbert heel vaak in trainingen in dit soort situaties. En meestal ligt hij erin, ja, nu net niet. Ja, ik denk dat je dat moet afdwingen. Hetzelfde geldt, wij vonden dat we de scheidsrechter heel erg veel tegen hadden, vooral de jongens vonden dat. En ik, ja, goed, in zo'n wedstrijd doe je daar een beetje mee om die jongens er doorheen te slepen. Maar ik denk dat we dat nog niet afdwingen. Hè? Als je ziet hoe wij een duel aanvechten en hoe Urk dat kan. Ja, Urk kan dat gewoon op een betere en mooiere manier. Nou ja, dat moeten wij leren. En dan dwing je het ook af dat je ze wel meekrijgt. En ja, dat is het stapje die wij nog mogen maken. En ik ben ervan overtuigd dat we die gaan maken. En ik ben er ook van overtuigd dat Wilbert die ballen gaat binnenschieten. Ja, want je zegt zelf, we hebben nu een heel jong elftal. Echt gemiddeld, wat is 23 jaar in die buurt. Ja, je kunt opbouwen wat dat betreft. Je zegt al, je hebt even tijd nodig, hè? Ja, dat is de keuze die in eerste instantie de club heeft gemaakt. En daar ben ik in een later stadium bijgekomen als trainer. Omdat ze dachten dat ik in dat plaatje pas. Dat maakt dat we de tijd nemen om dit te ontwikkelen. En dat we het niet overboord gooien. Jaren hebben we hier hele mooie wedstrijden gespeeld. Met heel veel passie en strijd op een bepaalde manier. En eigenlijk altijd was de eindstand aan het eind van de competitie was ook ongeveer op dezelfde manier. Nou ja, dan gaan we kijken of we dat nu op een andere manier kunnen doen. Andere type spelers, andere manier van werken. En ik denk dat dat heel mooi is. Maar we hebben even tijd nodig. Ja, voor jou anders, want die Urk is, ja, ik ken Urk een beetje, omdat ik er ook les geef. Je blijft een beetje hetzelfde elftal houden met een paar nieuwe aanvullingen. Hè? Dus je hebt een mooie bouwstenen staan daar ook. Ja, maar dat zeg jij wel. Maar als ik dan kijk dat we met Ieder Neentje spelen, met Riekel Neentje spelen, met Riekel Jan Brand spelen, Johannes Schrijver, Lucas Graal, ik breng Klaas Ronkes in. Fokker Willem Hoekstra was er vandaag niet bij. We hebben Danny van Veen, we hebben Ieder den Dulk, Rick de Boer. Dat zijn ook allemaal beneden weer de 20 zelfs. Dus sommigen. En dat vind ik wel het mooie van Urk. En hoe ze doen, doen ze het. Maar ze hebben altijd weer die talenten. En nou ja, wij zijn uniek. Met misschien Volendam. Maar wij kiezen echt voor eigen jongens. En eentje niet, hè? Alleen de keeper mag volgens de statuten van buiten het eiland komen op het moment dat er niet een goede keeper voorradig is. Maar ook daar hebben we Hendrik Bakker kort achter zitten. En die moet nu de druk opvoeren. Dus dat wordt ook interessant om dat te zien. Of hij, dat is ook een jonge gast, of hij dan weer die stap kan maken. Maar per saldo denk ik dat Urk op dit moment best wel even mag genieten van het feit dat wij de trotse koploper zijn. Al voor de tweede week. Vorige week had ik voor de gein gezegd, wij zijn de kampioen van september met een print screen van het teletext. Maar ik heb hem net alweer gemaakt. Want ja, weet je, voorlopig staan we toch bovenaan. En of dat zo blijft, onze ambitie is om zo lang mogelijk, zo hoog mogelijk te spelen. Maar ik vind andere teams echt meer titelkandidaat. Maar het is toch wel gaaf. We hebben in de voorbereiding heel zwaar, ik zag ook jullie voorbeschouwing, heel zwaar hebben we geoefend. Best wel dikke nederlaag gehad, dat mensen dachten, komt dat wel goed. En nu hebben we toch twee wedstrijden zeer terecht gewonnen. Veel gecreëerd, geen goal tegen, koploper. Nou ja, ik ga morgen naar de Formule 1 en dat ga ik met een heel goed gevoel. Ik wens je daar heel veel succes, Jan. En bedankt en ik wens je heel veel succes. Ja, jullie ook uiteraard. En ik hoop inderdaad dat jullie vasthouden aan waar je mee bezig bent. En jij, Mark, ook heel veel succes. Het gaat vanzelf goed komen. Zeker, dank je. Oké, dit was de persconferentie voor vandaag. Ik wens je nog een goed weekend en graag tot de volgende keer.